Marinus, de laatste weken ging het heel moeizaam. Doepen te maken, punten pakken en dan ineens sta je in de rust met 4-0 voor. Dat moet wel een enorme wilde zijn. Ja, na 21 minuten geloof ik al 4-0. Dat is, ik keek met verbazing naar het scorebord. En, ja, soms heb je dagen als trainer, dan vind je wat, er komt niks uit. En soms heb je, maak je 5 beslissingen en alle 5 zijn ze goed. Nou, dit was zo'n dag dat alles klopte met elkaar. Ja, en dat was wel, waren we wel aan toe. En is er dan iets anders gebeurd in de aanloop naar deze wedstrijd? Of is het gewoon dat het gewoon goed viel vandaag? Ten eerste merk je bij de club en alle mensen die betrokken zijn een bepaalde saamhorigheid. Ik heb bij veel andere clubs meegemaakt dat als het slecht gaat, dan wordt heel erg gewezen naar de trainer, naar spelers. En de kracht van deze club is dat het juist dan dichter bij elkaar gaat staan. Zowel supporters als jullie van de werkvloer. En, ja, dat geeft heel veel steun aan de jongens, aan mij, aan iedereen. En nou, dat was gewoon een heel mooi filmpje gemaakt, ook vanuit jullie, samen met de supporters. En daar hebben we mee afgesloten vandaag de bespreking. Dus dat zijn wel, ja, alle patiënten tellen. Maar dat maakt deze overwinning extra mooi, omdat deze overwinning is van iedereen. Van jullie, van de supporters en van ons. Ja, want hoe belangrijk is dat dan, dat je dan inderdaad samen zo'n moeilijke periode probeert uit te komen? Ja, dat is hartstikke belangrijk, want die jongens doen in hun beleving alles aan. En dan, we voetballen best wel aardig, alleen krijgen we niet voor elkaar een tijdje achter elkaar. Ja, en dan is het fijner om steun te krijgen, dan komt kritiek aan. En kritiek mag natuurlijk altijd, als het gestoeld is, maar het werkt vaak beter. En zo heb ik ook gewerkt deze week naar de jongens toe, om vooral positief te zijn en dingen benoemen die ze kunnen. Dan de negatieve dingen. En dat is soms lastig, zeker als het wat minder gaat. Maar dat hebben we denk ik deze week met z'n allen prima gedaan. En dan is dit het mooie vervolg. Ja, want ze lieten zien dat ze wel degelijk heel veel dingen goed kunnen. Ja, nee, ja, we hebben natuurlijk echt wel een leuk team wat bij Vlaag goed kan voetballen. Ja, en dan vandaag krijgt Cambuur de eerste kans, die maken ze niet. Nou, wij krijgen de eerste 3-4 kansen en die gaan allemaal erin. Dus dat is ook wel eens fijn. Dat is ook voetbal, hè? Dat dan ineens blijkbaar alles gewoon... Ja, dat is het mooie van voetbal natuurlijk. Het is een heel bijzonder mooi spelletje en onvoorspelbaar. En ja, er komt soms krachteloos dat je in één keer dingen wel kan. Dus ja, dat is supermooi. Ja, dan is het ook voetbal om nu te roepen, de wereld ziet er ineens heel anders uit. Dat is natuurlijk ook weer niet zo. Het blijft gewoon heel erg spannend. Ja, nee, daarvoor hou ik altijd de lijn dat ik niet de polonaise loop en niet te kritisch ben als het minder gaat. Nu hebben we een mooi gat geslagen naar Cambuur met 7 punten, dat is fijn. We hebben Emmen weer boven Emmen, dus dat is ook fijn. Maar we hebben nog steeds waarschijnlijk 4 overwinningen nodig om erin te blijven. En dat wordt waarschijnlijk op de laatste dag bij Volendam beslist, zoals we al heel het seizoen roepen. Maar dan is inderdaad een wedstrijd als dit een lekker zetje. Nee, natuurlijk, omdat je het zelfvertrouwen tankt. Ik kan heel positief zijn naar die boys, maar uiteindelijk gaat het om het gevoel hebben op het veld. Nou, die hebben ze vandaag gekweekt, dus dat is het mooie van vandaag.